omdat het Rijksmuseum en Albert Heijn historisch nauw verbonden zijn met de Nederlandse samenleving, is er een speciaal voor het Sinterklaasfeest nostalgisch assortiment ontwikkeld dat verkrijgbaar is bij het Rijksmuseum en in de winkels. En al die lekkernijen lijken rechtstreeks te komen uit het oud-Hollandse schilderij Het Sint-Nicolaasfeest van Jan Steen. Het Sinterklaasfeest gaat al heel ver terug, tot vroeg in de middeleeuwen. Toen was het een feest, een katholiek feest, wat echt op straat werd gevierd. Nou, we staan hier bij een schilderij wat Jan Steen schilderde van het Sint-Nicolaasfeest. En het geeft eigenlijk een heel mooi beeld van hoe dat feest werd gevierd in de 17e eeuw, in een huiselijke kring. En er zit eigenlijk een hele mooie beweging in het schilderij. We zien hier de moeder die naar het meisje kijkt. En dan kijk je zo van dat meisje wat heel veel cadeautjes heeft gekregen, omhoog naar haar broer die duidelijk heel verdrietig is. En waarom is dat? Hij heeft een schoen met een roer daarin gekregen. Eigenlijk heeft Jan Steen twee mooie stillevens gemaakt op de voorgrond. Hier links in het mandje en rechts bij de stoel. En aan de andere kant zien we een mooie duivenkater en nog wat snoepgoed en een zakje waar misschien wel die pepernoten in zitten die Sinterklaas ook rondstrooide. Nou, dit soort lekkernijen hoorden echt bij een feest van Sint-Nicolaas. Het waren lekkernijen die je niet zomaar elke dag at, want het was met dure specerijen. En dat verhoogde natuurlijk ook de feestvreugde, want bij een goed feest hoort veel lekkers. Nou, wat leuk is om nog even op te wijzen, is dat appeltje wat we hier op dat stilleven bij die stoel zien. Want in dat appeltje zit een muntje. En dat is een appeltje voor de dorst. En dat gaf je elkaar als een blijk van vriendschap. En dat zou je misschien nu nog wel kunnen vergelijken met dat je elkaar met surprise zoiets geeft. Prachtig interessant verhaal. En een heel mooi schilderij. Goed gedaan, Jan. En jij ook zeer bedankt.